Breda Nu. Je weet het meteen. Ook dit jaar kwam de popronde weer naar Breda met aanstormende talenten. De officiële opening werd gedaan door burgemeester De Pla in het Stedelijk Museum. Verschillende bands uit het hele land speelden op maar liefst 35 verschillende locaties. Hoe vind je dat om op zoveel plekken dan tijdens de popronde te staan? Ja, het is echt fucking sick, omdat je dus elke avond 3 keer per week of zo kan doen wat we allemaal fucking vet vinden. En wat we ook merken is dat steeds de zalen soort van of voller worden of we zien steeds meer bekende gezichten, maar ook gewoon bands. Bijvoorbeeld Mantra moet hier naspelen. Ze zijn echt gewoon vrienden van ons geworden, zeg maar. Wat voor reacties krijgen jullie zelf? Kut, te hard. Kut liedjes, jullie zijn lelijk, een beetje dat heel soort dingen. Heel veel weglopende mensen. Weglopende mensen. Ja, dat is wel trouwens het enige nadeel aan de popronde is, omdat er zoveel bands spelen, moet je ze wel echt soort van bij je houden. We hebben 1 rustig nummer in de set. En eenmaal als Kevin daarover gaat vertellen en praten, dan loopt eigenlijk de helft van de zaal gewoon leeg. Ja. We hebben al 3 keer gehad of zo. Ja, dus die heb ik misschien wel 4. Ja, dus die zit er ook niet meer in. Hoe helpt popronde jullie als band? Ja, popronde is een hele mooie manier om in een hele korte tijd vrij veel shows te krijgen. Want we hebben nu in de afgelopen 2,5 maand denk ik 15 of 17 keer gespeeld met popronde en dan nog een paar erbuiten. En dan dat is een hoeveelheid gigs waar we normaliter niet aankomen in zo'n korte tijd. Dus dat is, wat dat betreft, je hebt veel meer exposure dan anders. Dus veel meer mensen zien je en je komt op veel meer plekken. En wat zijn de reacties van het publiek? Het verschilt heel erg, per locatie ook. We hebben een paar hele intieme optredens gedaan. Dat was heel tof. We hebben een keer in een museumkapel gestaan. En dan staat iedereen echt op je lip en dan luistert iedereen naar elk klein dingetje. En dan zijn mensen echt, ja, die zijn helemaal overdonderd. En dat is heel tof. En dan die spreek je ook echt aan en zo. En soms dan is het meer, ja, het verschilt heel erg eigenlijk per gig. Wat we hebben, ja. Het is elke keer anders. Vanavond was heel leuk, want toen gingen echt mensen dansen en zo. Terwijl eigenlijk redelijk zachte muziekmakers. Dat was voor ons heel bijzonder. Breda Nu. Je weet het meteen.